We worden benaderd door verschillende partijen. Dat kan zijn door de mensen zelf, kan zijn door politie, kan zijn door de woningcorporatie. We worden gevraagd om te komen praten tussen de buren. Vaak is daar een soort van een probleem, maar door onze positieve insteek proberen we de buren wel met elkaar in gesprek te brengen. En vaak met die positieve insteek en als mensen weer met elkaar gaan praten, zien we dat daar heel erg mooie resultaten uitkomen. Zoals ik een beetje postpaar hoor, ook op die buren. Het is van alle tijden. Het komt overal voor. En we hebben dus hele diverse gevallen. Ja, want ik had al zo vaak de politie gebeld. En iedere keer als ik weer belde of zo, dan zeiden we van we hebben geen meldingen binnen. Alle gegevens zijn gewoon weg. Ik denk, dat kan toch niet. Ze gaan toch niet met mensen zijn gegevens om. Tot op een gegeven moment dat de politie zei van, wij sturen wel de buurtbemiddeling. En waar had u last van? Muziekoverlast. Ja. Heel erg. Ja, ik weet dat hoor. Maar ik heb ook al eens geprobeerd dus, om hem stil te houden, maar dat lukte gewoon niet. Ja, het is een jonge gast van 25, dat kan ik moeilijk stil gaan houden. En dan na een tijdje gaat dat weer terug hard. Dus en ik denk dat hij dat onbewust doet. Ja, gesprek gepland, toen gingen we daarheen. Ik zat al heel mooi en hun kwamen niet opdagen. Dus ik zei ze, kijk, dat gaat mooi. Ik wil ook een oplossing. Je wilt toch iets bereiken samen. Maar dat was gewoon dat ik boos was. Ik zei tegen Peter, ik ga daar niet naartoe. Heel vaak is er in het verleden iets kleins gebeurd wat op zich onbeduidend is. En dat wordt dan vaak, worden daarna alle dingen uitvergroot. Ja, maar ik denk, ik ben hier niet voor niks gekomen. Dus ik blijf hier gewoon net zo lang zitten. Kijk maar of jullie ze toch hierin krijgen. Dus toen hebben we dat toch voor elkaar gekregen. 80% van de gesprekken die gevoerd worden samen met buurtbemiddeling hebben eigenlijk een positief eindresultaat. Dus ik zei zo, kom, drink toch gewoon een kopje koffie en dan praten wij een beetje. Dan komt dat dadelijk wel weer goed. Ik vond dat best wel zielig, want je zag gewoon dat zij echt gewoon gebroken was. En op een gegeven moment, toen begon ze te vertellen. En toen had ik aan de ene kant ook wel weer een beetje spijt, maar dat het zo ver had moeten komen. Maar ik denk, het is wel gewoon een keer goed. Want dan zie je ook hoe zij zich van binnen voelt. En zij bleef de hele tijd zo naar de tafel kijken. Ik zei van, kom op, jij bent ook iemand, weet je. Laat je eigen ik zien. Kijk gewoon ons aan. Want als jij zo met iemand zit te praten, dat kan niet. Je cijfert jezelf weg. Dat is toch jammer? En toen ging het gesprek eigenlijk best goed, toch? Ja. En de mensen weten het best wat de oplossing is. Wij zitten erbij als buurtbemiddeling om dat proces te begeleiden. Dus wij komen nooit met een oplossing. Wij geven altijd die opdracht aan de mensen zelf. Want als wij een oplossing aandragen, dan zal het niet werken. En ik ging binnen even een paar sigaretjes pakken. Hebben we samen een sigaretje gerookt. En vanaf die tijd zijn we al bij elkaar koffie wezen drinken, wezen eten. En dat doen we nog steeds, toch? Ja. Ja, je hoeft niet zo. Nou, we zijn met ongeveer 35 mensen. Dus heel vrijwillig. Het kost mij zeg maar één avond in de maand. Maar elke keer bij mensen op bezoek komen en weer met een andere buurtbemiddelaar zo'n klus oppakken, geeft gewoon heel veel plezier. Dat is eigenlijk altijd de kunst om dat te achterhalen. Wat is het echte probleem? En dat maakt het juist zo leuk. Het is een beetje detectieve spelen. Ja. Yeah!